Beste kijkers, van harte welkom bij het programma Natrage TV Talktime. En in deze uitzending hebben we als gast Carlo Mongra. Hij is muzikant, maar ook actief in de entertainmentwereld. Carlo, van harte welkom in het programma. Kan je wat vertellen over jezelf? Ja, goeiedag Shanti Pakaas en natuurlijk, alle kijkers van uh, TV Natrage. Um, ja, ik uh, ga een en ander over mij vertellen. Ik zit in de muziekbusiness en alom in de brede... Uitleg van entertainment. En dat is niet voor het eerst. Dat is al meer dan 43 jaar, 45 jaar. Ik ben vanaf kleins af begonnen en ja, ik doe heel veel. En ja, ik ben begonnen met trompet, spelen, zang. Ja, Caribbean sound toen de tijd en nog steeds. Zindige. Ik yeah Je bent al geruime tijd actief in de muziek. Waarom deze keuze? Ja, uh, ik ben al heel lang bezig in de muziek. Het is alles in Suriname. Uh, mijn moeder die uh, zong, maar ze mocht niet zingen van mijn vader buiten. Uh, de, de, de mensen in de omgeving die, uh, die de hoorden, het was gewoon een tweede latamagisker. Maar je weet hoe het vroeger ging. Papa zegt uh, thuis zingen, gezellig voor de familie. Dat is goed. Uh, mijn broer speelde muziek. Uh, ja, de hele familie die speelde muziek, zowel van mijn moeders kant als van mijn vaders kant. Uh, ja, vanaf kleins af ben ik hier in Nederland, dat wil zeggen uh, vanaf jongs af. En um, toen kwam het uh, ja, uh, trompet, uh, mijn eerste keus. Het is een uh, instrument, ja, het is een magisch instrument als je het kan bespelen. Um, het is een instrument wat ook moeilijk te bespelen is. Um, en daarnaast ben ik toen tegelijkertijd ook de band Caribbean Sound begonnen. Hoe is Caribbean Sound begonnen? Dat is een heel belangrijk uh, punt. Um, we woonden vroeger, uh, je kent die hele hoge huizen, hè, uh, waar je die vier trappen moest uh, opklimmen. Daar gingen we oefenen. En uh, ja, op een gegeven moment kwamen we bij Kraakpand terecht. Mijn broer zei: uh, Jimmy Dugbow, waarschijnlijk met iedereen, of de oude Garde, uh, die speelde gitaar. We zijn opgegroeid in Suriname samen. En uh, toen zijn we een keertje samen naar Kraakpand te gaan. We zouden samen wat doen. Maar uh, daar is eigenlijk Caribisch ontstaan. Uh, Jimmy is relaxed begonnen samen met Romeo Sarju. En ik en mijn broer zijn Caribbean Sound begonnen. Carlo, de Surinaamse diaspora muziek is gevarieerd. Dus ook de keuze van Caribbean Sound. Uh, ook qua band. Maar een stukje van jouw invloeden. Want je, speelt, je vertelde net, je speelt trompet. Ja. Uh, van waar die trompet? Uh, ik vond het altijd een mooi instrument. Het is een begeleidend, een solo instrument. En uh, ja, uh, mijn broer uh, die ging uh, de sax uh, uh, spelen, maar hij speelde ook alle instrumenten. In Suriname speelde hij uh, toetsen, het werd Frater orantes, als ik het goed heb uh, geleerd. En uh, ja, hij speelde ook nog alle andere instrumenten. Wat je hem gast speelde hij. Maar dus, toen kwamen we op het punt van uh, Caribisch het ontstaan. En dat was het ontstaan was dus bij uh, eigenlijk uh, daarvoor maar eigenlijk bij bij kraakpan toen de tijd in Rotterdam uh, hebben we het dus verder gebracht. En toen was uh, uh, Mastana. En Hafiz zei tegen mijn broer, had iets gezegd tegen mijn broer. En toen heeft mijn broer tegen Hafiz gezegd, wat jij, in jaar ga, wat jij in één jaar hebt gedaan, doen wij één week. Neem me niet kwalijk, maar hij zei iets tegen mijn broer. En toen zei mijn broer, wat jij in één jaar hebt bereikt, gaan wij in één maand doen. Uh, sorry, in één maand doen ja. Nou, uh, ik heb het ook gerealiseerd. In één maand hebben we dus uh, heb ik het gerealiseerd, Caribbean Sound, en uh, we gingen gewoon optreden. En dat was, uh, uh, RELAX ging op de Hunnistaanse markt, wij gingen op een andere markt. En af en toe voor de Hunnistanen. We gingen meer bedrijfsfeesten, evenementen, grote festivals. Uh, en, en ja, dat was een hele andere markt dan de Hunnistaanse markt. En uh, ja, ik heb er geen spijt van dat ik dat toen de tijd gedaan heb. En het is een, hele, he, een heel mooi begin geweest van Caribbean Sound. We zaten met drie broers erin. Eén keer speelde gitaar, die is al overleden. Heraldo, uh, mijn broer, uh, nou ikzelf. En dan hadden we Sunil, Ramjas Heel veel mensen kennen hem als de zanger uh, van een andere band. Maar de grondbeginselen van Sunil die zijn bij mij begonnen. Van Rajan Palto, die is bij mij begonnen. Die barlatische broers erin. En twee broers van hem. En ik kocht echt alles voor die jongens. En wat ze ook wilden, dat gebeurde ook. En we gingen een hele andere markt op, echt bedrijfsfeest en zo. En af en toe op de Nustaanse markt. De diaspora van muziek, nou, ja, dat, dat, dat is oneindig eigenlijk. Hè? Muziek is oneindig. En om dat uit te leggen, ja, dan moet je heel diep gaan. Je moet weten wat de roots is. Bijvoorbeeld Edgar Pandé, ik had het interview gezien, die is ook bij mij onbegonnen. Edgar is ook een neef van mij, uh, Pandé. Bij uh, Rudy Baldozing, daar praat ik, jaren 60, die was hier al in Nederland. En die ging samen, later kwam Mohamed Sherif naar Nederland. En mijn, uh, mijn, het is mijn mama, mijn moeders broertje en Rudy Baldursing. die is ook overleden hè? Ja, ja, ja. Alle twee zijn overleden. En Rudy Baldursing die, uh, die ging voor uh, Mohammed Sharif muziek maken, maar ook schrijven. En dat was leuk. Dat was leuk uh, als je de oude tijden terugdenkt, als je kijkt als kleine jongen. En uh, toen is Rudy uh, Baldursing, die is, uh, ja, die trad overal op met Mohammed Sharif. Hij had ook zijn eigen bandje. En toen kwam Edgar, familie uh, van ook van uh, Rudi Baldersing, die heeft uh, Rudi heeft uh, Edgar Pandey in Ametitia laten optreden. En daarna is Pandero ontstaan. Is Boko voor zichzelf begonnen. Die zag een gat in de markt en zo is Boko de Hindi pop begonnen. Al meer dan twintig jaar actief, Het gaf je net aan in de muziek. zien. wat wil je bereiken met de huidige band? Uh, kijk, uh, ik ga even in op het vorige, en dat is uh, over het muziek gebeuren. Dus we zaten kraakband. Uh, Haviskaan had wat tegen mijn broer gezegd. Nou, binnen een, 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 een maand stonden wij al op de bühne. Ik, had een, uh, ik heb een broer René, die woont hier in de medische telgers in de Filipijnen. En die was gewoon uh, de manager uh, en de promotor van de band. Hij had ook een tour geregeld door heel Nederland en andere landen in Europa. Dus we gingen ook op tour, wandelen, alles. Um, het mooie van alles is uh, met muziek, wat wij gedaan hebben, uh, is dat wij dus heel veel plaatsen hebben opgetreden, wat toen uh, ja, een mogelijkheid gaf, een hele andere uh, scene kwamen terecht. En dat is, uh, dat is tegenwoordig de dag heel moeilijk. Uh, want uh, de Surinaamse, Hindustaanse muzikant, laat me het zo zeggen. Ook de Surinamers gewoon, dus de Kriolen, de Javanen. Die mikken op één publiek, hun eigen publiek. Wij waren breed met muziek, we speelden alles: merengue, soka, soek, kaseko, Hindustaanse. En alles op eigen kracht. We namen geen bekende zangers. Ik maakte je bekend. Snap je? De band maakte je bekend. En, en, en dat is een kracht van muziek, geloof in jezelf. En dan kom je er. En ik speelde trompet. Mijn broer Geraldo, die schreef dus uh, samen met mij de partijen. En ik weet nog, we speelden een keer op een Hunnistaanse evenement. Een, uh, een dansavond was het. Een Naya Roosni, die zou na ons spelen. En we speelden. En Stan Lokin die kwam binnen. Die was een blazer. Hij is uh, wijlen, Stan Lokin. En die hoorde dus uh, de blaaspartijen. En hij vroeg. Wie de blaaspartij heeft geschreven, nou dat was mijn broer Geraldo en ik. En uh, die zei: die blaaspartij ga ik overnemen en ga ze ook zo schrijven. En dat vond ik echt een compliment van Stan Lokin. Om dus uh, een, een grote naam die dat toch, uh, wat heeft, uh, ja, die man die gaf je gewoon erkenning, ook als muzikant. En dat heb je niet onder de Sunistaanse muzikanten, de Chinaanse muzikanten. Ze geven elkaar geen erkenning. Ze kijken elkaar aan, ze lachen met je. Ze praten met je, dat is sinds ik in de staanse wereld ben gekomen met muziek. En ze wensen je allemaal de dood dat je niet ver komt, of ze pikken je optredens af. Ze gunnen je niks en dat is jammer. Ik vind dat echt heel jammer. Want uh, eenheid maakt kracht, dan kom je veel verder. En ja, maar in ieder geval, over mezelf verder. Uh, ik heb uh, de dus trompet heb ik geleerd van um, Pagadam. En wie is Pagadam? Het is niet de vader van Glen Gadam, het is de opa van Glen Gadam. Dat is de vaders broer. Gadam was uh, een bottom man. en later zat hij in het leger. En hij ging overal naartoe en uh, daar heeft hij verschillende stijlen muziek bij elkaar gebracht. Je hoort ook, ook als je de kaseko speelt, de kaseko is een heel ander soort muziek. Het is een eigen ontwikkeld Suriname muziek, echt van Suriname. En dat weten heel veel mensen niet. Uh, ze zoeken, ik zie je ja, hebt kaseko time ja, dit dat, maar die oude mensen zoals uh, Pagadam, uh, scheermaker, Aldersdam, dat zijn de muzikanten van de Surinaamse muziek. En ja, sinds ik uh, kleins af ben hou ik van Kaseko. En uh, Pagadam die heeft dat dus ontwikkeld. En toen heb je de oude stijl Kaseko. Uh, 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 en zo is het verder ontwikkeld. De dus Kratie kwam erbij en, en, en nog meer van die dingen. Um, wat, uh, en daarvan uit ben ik dus, uh, mijn vader had ik al gezegd, heeft tegen mij gezegd, als je wilt spelen, leer muziek. Leer muziek lezen en schrijven. En dat heb ik ook gedaan. En daarna ben ik mezelf verder gaan ontwikkelen. En uh, mijn broer en ik, uh, ja, we, waren, uh, we zijn nog steeds hoor. Uh, hij is alleen uh, niet meer zo actief in de muziek. Uh, we waren een. een uh, we waren echt bezig met muziek. En als ze ergens stonden, dan, dan stonden we ook. Bijvoorbeeld Zomercarnaval. De eerste tien jaar. De eerste Surinaamse band die tien jaar heeft meegedaan met Zomercarnaval. Uh, we hebben ook prijzen gewonnen. En uh, ja, het ging echt los daar. Zo stonden we stonden met vier, vijf blazers. Uh, ja, uh, namen als uh, ja, de gebroeders Paltu, Sunil. Uh, uh, Shalindra heeft zelfs meegedaan, de gebroeders Doenmoen. Sanjay, uh, Ravin, uh, Dieretje, Doonmoon, nou, ik heb al die jongens meegebracht uh, en ze hebben een hele ervaring, andere ervaring in hun leven meegemaakt, waar ze de oude route van Carnaval over de Kruiskade meer dan een miljoen mensen hebben gespeeld en dat was een andere kick, een echt een andere kick en we hebben, ja, het was echt top. Ja, Carlo tot slot, heb je nog een boodschap voor de diaspora music community hier in Nederland? Ja. De diaspora community hier in Nederland. Dat wil zeggen, uh, ik, ik heb een boodschap voor ze. Mm, dat is goed begrijpend naar hun toe. Uh, gun elkaar alles, dan kom je vooruit. Maar uh, ontwikkel jezelf. Je eigen ontwikkeling van zelfvisie in het muziek is heel belangrijk. Als je jezelf kan ontwikkelen en goed op je benen staan. Wees zeker van jezelf als je op de bühne staat. En geef een show. Een show naar je klanten toe. Want als je de show geeft naar je klanten die je inhuren, dan heb je een hele andere feeling en and groove. En wees niet een andere, maar ga ook niet iemand anders imiteren. Maar jezelf. En als je dat doet, dan sta je heel anders in je schoenen. En er wordt heel anders naar je gekeken. Want je bent jezelf aan het ontwikkelen. En daarnaast is het ja. Ik, uh, ik heb heel veel uh, gezien uh, met de beveiliging, persoonlijke beveiliging van artiesten. Wat ik, ik heb bijna alle die artiesten Amerikaanse, Engelse artiesten, gedaan. Uh, daar zie je ook dat zij zichzelf ontwikkelen. En, maar als je dus zelf ontwikkelt, ook je eigen stijl. Als een, je kan nooit zingen als een Indiër. Zing gewoon met je eigen stem. Dan heb je een heel ander gevoel. Je brengt het als. Ja, je brengt het over uh, zoals jij het wil, met jouw hart, met je ziel. Vanuit je tenen komt het dan eruit. En dan heb je een heel andere groove, een heel andere feeling. En het is, samen maak je muziek. Je maakt geen muziek alleen. Je maakt muziek met... Een zanger heeft een muzikant nodig, een muzikant heeft een zanger nodig. En als je dat kan begrijpen, dat je geen ego-tripper bent in de muziek... dan kom je veel verder. En ja... Dat is een van de belangrijke dingen wat, uh, wat ik vind in de muziek. Okay. En ook de diaspora daarvan. Nou, dat is een hele mooie visie en uh, ja, conclusie wat je geeft. Ook aan de mensen die zitten te kijken en die ook van plan zijn om misschien zelf een band op te richten. Ik wil je heel hartelijk dank zeggen voor de komst in de studio. Ik wens je heel veel succes toe met je verdere optredens en activiteiten in Nederland. Ja, bedankt. We zijn wel, uh, voor, moet ik nog wel kwijt. We zijn bezig met een uh, live-opname uh, van Caribbean Sound uh, en uh, wij doen het nu nog als hobby uh, muziek en als het goed is komt het uh, eind december eind januari. ...komt het uit als promo voor de mensen gewoon. Dat weten ze dus. Uh, en daar zullen ook een paar... ...kundigstaanse nummers op zijn. Uh, gezongen door Bobby Jacob. Uh, iemand, iedereen kent bijna Simon Joggi. Dat is de man die... ...Krismalu uh, Gitarre leren spelen. En Joala. En uh, ja, Glenn Bawanidin. En ja, de andere jongens natuurlijk van de band. En ik zing zelf er ook op. Ik heb een eigen cassette nummer Ik heb er nog meer geschreven. Maar een van mijn nummers... ...die ik zelf heb geschreven, een nummer die ga ik er ook op zetten. Oké, okay, nogmaals, hartelijk dank voor je komst. Graag, voor je graag, dan. graag gedaan. Graag uh, gedaan, Chanti. En de volgende keer gaan we over andere entertainmentactiviteiten praten. U heeft gekeken naar het programma Natraas TV TalkTime. En we zien u graag de volgende keer weer terug.